Ik sta naast een Duitser. Een Duitser met een Nederlandse moedertaal. Nou, een klein beetje Vlaams ook alleen, hè? Vlaams, hè? Ja. Antwerps, kun je Antwerps ook? Nou, nee, ik denk het niet, maar ik versta inmiddels zo'n beetje elk dialect ook in België. En er zijn er heel wat, hè? In het begin, weet ik nog, verstond ik echt bijna niks in bepaalde streken. En toen zei ik altijd, praat alsjeblieft een beetje, zonder accent. Allee, wat is dat? Dat is op zijn Antwerps, hè? Hoe is het met jou, manneke? Nou, mij gaat goed. Okay. Hey, Danny Christian, vandaag is het weer al feest. Mijn TV, zes jaar al achter elkaar. Jij bent ook een van de vaste iconen, zullen we maar zeggen. Je bent presentator, zanger. Wat betekent voor jou Mijn TV? Oh, dat is niet zo makkelijk te zeggen. Want Mijn betekent eigenlijk een herleving van de Vlaamse muziek in België. Want de Vlaamse muziek was altijd afhankelijk van zeg maar, de zogenaamde grote omroepen. En dat is voorbij en daar ben ik heel blij mee. Want het is een zender die gewoon het Vlaamse lied onvoorstelbaar steunt. Die er alles voor doet en ook het Duitse lied. Want ik doe dan mijn Duits programma Schlagerfestival. Inmiddels al bijna 3 jaar. Het was maar een half jaar gepland. Maar het is zo'n groot succes geworden qua kijkdichtheid. Dat we gewoon doorgegaan zijn. En ik heb er heel veel plezier in. Ik doe het met alle liefde. En ik merk het ook in het land, hoeveel mensen naar Ment TV kijken. Want ik vraag in de zalen, zijn hier ook Ment-kijkers? Nou, de meerderheid. De handjes gaan allemaal omhoog. Dus Ment doet ontzettend veel voor de Vlaamse muziek. En niet alleen maar voor de oude garde. Of voor de, zeg maar, de gestane grote namen. Nee, ook nieuwe, jonge artiesten krijgen daar een kans. En hebben daar een groot platform. En daar wordt voor gezorgd. En Mark en Magali en Jan Pieter en hoe ze allemaal heten die daar werken. Die zijn met hart en met liefde erbij. En het is voor mij een groot plezier bij deze familie te mogen behoren. Het is echt een familiale zender, hè? Ja, absoluut. Je komt graag naar Vlaanderen? Ik kom heel graag naar Vlaanderen, absoluut. Want België is altijd voor mij een land geweest waar ik niet alleen maar, zeg maar, Hooba Hooba Hop of Rosamunde en stemmingsliedjes moet doen. Men luistert hier ook graag naar, zeg maar, naar liedjes met een mooie inhoud, naar ballads en dit soort dingen. En dat is een groot verschil met Nederland. In Nederland willen ze hossen en springen. En in België kunnen ze ook heel goed luisteren. Ik hou van het Belgische publiek, absoluut. Ja. Het is ook de kerstmaand. In een paar weken is kerstmis, nieuwjaar. Wat gaat Danny Christian doen met kerstavond, kerstdag en met oudjaar? Nou, ik ben met kerst ben ik eventjes bij Ment nog voor een programma. Maar daarna ben ik thuis, want ik werk met kerst nooit. Ik wil met kerst bij mijn gezin zijn. Mijn schoonmoeder leeft nog, die is erbij. Natuurlijk mijn vrouw, mijn kinderen, mijn kleinkinderen, onze hond. Mijn broer komt met mijn peetkind op visite. Mijn zuster komt, dus het is een familiefeest bij mij. En dat is me heilig. Ik vind dat heel belangrijk. Mensen bij elkaar. Af en toe is een goede vriend er nog bij, die woont alleen. Misschien heeft hij zin te komen, die is altijd uitgenodigd. En die moet dan ook niet eenzaam zijn, weet je. En het is een tijd van bij elkaar komen. Vrede in je hart tenminste. En voor mij is dat heel belangrijk. Ja. En oudjaar? Oudjaar is iets, dan ben ik op het podium waarschijnlijk. Dus dan ga ik feest maken in een of andere zaal. En dan ga ik de tent helemaal op zijn kop zetten. Dankjewel Danny Christian voor deze toelichting. Ik wens jou prettige eindjaarsdagen. En hopelijk zien we jou volgend jaar terug op Mijn TV of ergens in het Vlaamse land op dat podium. Dankjewel Danny Christian. Heel graag. Fijne tijd.